Ronald Koeman maakt zich een beetje zorgen over de verdediging van Feyenoord. Maar Jan Dirk, dat is ook de verdediging van Oranje. Dus moet Van Gaal zich ook zorgen gaan maken? Totaal niet. Martins Indy is straks 9 miljoen euro waard. De vrij is toekomstig aanvoerder van Oranje. En Jan Maat is basisspeler op het WK 2014. Dit is FC Rijnmond. We begonnen uitstekend en positief aan deze FC Rijnmond. Als altijd zijn we er op vrijdag en op zondag met de regionale voetbaltalkshow hier op TV Rijnmond. En Mr. Positivo Jan-Dirk Stouten zit als altijd aan deze desk en naast hem aangeschoven de algemeen manager van Excelsior, Ferry de Haan. Ferry, ik ben deze week begonnen in Geen Genade, dat boek van Andy van der Meijden. En toen dacht ik, ga jij vandaag ook een ontboezeming doen over drugs, gokken, drankverleden en vrouwen of niet? Niet tijdens de uitzending. Nee, maar buiten de uitzending om ga je ook zo'n... Dan kunnen we altijd praten. Hetzelfde is van, met... Drank en drugs klopt niet bij Ferry. Nee, maar dat dat duidelijk is. Maar maak je je al wel zorgen over Excelsior, zoals het nu gaat, 16e? Nou ja, het mag duidelijk zijn dat we niet echt tevreden zijn over de resultaten. Daar is niemand bij Excelsior echt tevreden over. We hadden ook niet verwacht, maar het is helaas wel de realiteit. Ja, en dus moet er hard gewerkt worden, extra hard gewerkt worden? Nou ja, soms kan je ook te veel doen, hoe gek dat ook klinkt. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze staf er meer dan alles aan doet om de jongens een prettig gevoel te geven om de wedstrijden winnend af te gaan sluiten. Goed, daar gaan we zo meteen verder over praten. Jan-Dirk, ik wil even terugkomen op Oranje. Want ja. Vorige week hebben we ons echt bescheurd van het lachen. Laten we nog even teruggaan naar dit fragment. Laten we het over leuke dingen hebben. Je bent weer bij Oranje, hè? Weer voor de vriendschappelijke Interland tegen Duitsland. Wat? Niet? Excuus, dan ben ik volkomen verkeerd geïnformeerd. Het is een flater. Laten we het over andere zaken hebben. Je zit niet bij Oranje. Wat vind je daarvan? Maar dat vonden we allemaal prachtig. Ja, ik ben niet de grote om me kwetsbaar op te stellen. Nee, maar ik wil dus zeggen... Of een dag later. Nou, dat wilde ik dus zeggen. Louis. Complimenten. Louis van Gaal heeft toch geluisterd. Die heeft dit gezien natuurlijk. Zat met Truus op de bank en dacht... Jan-Dirk heeft gelijk, ik ben Klaasie vergeten. Ja, en toen hadden we die Interland en werd Oranje de eerste helft aan. Hij had zoek gespeeld, het is een zware term, maar Duitsland was wel op en machtig. Maar is het leuk om te zien dat Jan Maat het goed doet, bijna de winnende goal maakt, dat De Vrij aan de zijde van Vlaai, die echt een leider begint te worden, goed speelt. Dus maar je gaat wel over je compliment heen. Hè? Ik heb nu gezegd, sorry, we hebben vorige week ons bescheurd van het lachen om het foutje. En bij deze rectificatie voor jou. Hè? Nee, maar dat hoeft niet. Nou, dat doen we. Ook al maak ik een fout, ik kom er gewoon rond. Ik begin positief aan deze uitzending. Hou dat vast. We gaan eerst maar eens terugblikken op de week die achter ons ligt. Het was een emotioneel weekje. Bijvoorbeeld omdat voor eens en voor altijd bleek dat Marco Borsato een trekpop eerste klas is die alleen maar onzin uitkraamt. Afscheid nemen bestaat niet. Wel nu, ouwe jungle fundamentalist, afscheid nemen bestaat overduidelijk wel. Het bestaat zelfs veel te veel, krijgen we zo langzamerhand de indruk. Zo moest Danny Post van hoogvlieger FC Dordrecht van de week afscheid nemen van zijn richtinggevoel. Na een postmodern schot zocht hij het hoger op. Exemplarisch voor het succesverhaal Dordrecht, dat vanavond MVV alle corners van de kamer laat zien. Ook Ron Vlaar en Karim El Amadi namen afscheid van de week. Prima op tijd, pas een half jaar na dato, hoewel het altijd idioter kan. Het Nederlands elftal mocht een beetje ballen tegen het vierde team van Duitsland en nam vooraf gewoon even afscheid van de immers net afgezwaaide internationals Davids, Reiziger, Van Nistelrooy en Kluivert. Wat ons betreft is het ook hoog tijd voor een afscheid van Puk van Hill, Over Kindval, Winston Churchill, het kabinet Den Uyl en Jozef Stalin. Toch een jongen wat aanvallend veel te bieden had, hoewel hij misschien te veel ruimte op de flanken liet. En wat dacht u van de milkshake banaan? Die zie je ook nergens meer, maar een deftig afscheid? Ho maar! Wat een belachelijke toestand! Wat krijgen we ervoor terug? De milkshake, appel, kiwi, godpeters! Wie verzint zoiets? Wie heeft er in godesnaam belang bij om zoveel klassiekers te vermoorden? We mochten deze week tevens afscheid nemen van Engeland als groot voetballand. Met dank aan Zlatan Ibrahimovic. Nou ja, zijn broer. Joh, die bal en die schot, die kuurt hij in. Cyklar in den där från 25 meter. Det är inte klokens. Wie weet neemt Ferry de Haan komende week ook wel afscheid. Dat deed hij al eens eerder trouwens, voor de volle tribunes die we bij Excelsior gewend zijn. Maar binnenkort zegt hij mogelijk dus weer vaarwel. Tegen zijn trainer wel te verstaan. Of niet? Het was een lintje, het was een week met een glimlach. We zitten met een grote grijns op ons gezicht. Maar hij eindigde wel serieus. De prestaties van Excelsior, en dan vaak wordt er naar de trainer gewezen. Je zal zelf geen afscheid nemen, maar afscheid van de trainer. Wordt er überhaupt over gesproken op Woudestein? Nee, totaal niet. Nee, er is gewoon vertrouwen in de trainer. Absoluut. Het is gevaarlijk als bestuurders dat zeggen. Ja, weet ik. Naam op.
Woudestein, gaan ze dan niet juist een trainer wegsturen? Als Ferry hier nu zegt dat de positie van Flemmings niet wankelt, dan wankelt die ook niet. Want dat is het grote verschil met andere clubs. Daar hebben ze nog een echte achterban die in opstand komt. En die achterban is er bij Excelsior wel. Maar die is kleiner, minder fanatiek. Dus daar ontstaat geen negatieve reuring. Maar het is wel crisis, toch? We maken ons zorgen over de resultaten, wat ik net zeg. Maar crisis is een erg groot woord. Ja, maar hoe ga je daarmee om? Met als het zo gaat zoals het nu gaat? Nou, ik denk het belangrijkste bij een club als Excelsior is dat je juist nu met z'n allen blijft doen wat je moet doen en geen al te gekke dingen gaat doen. Ik zou het heel vreemd vinden als wij als club of een trainer ineens hele andere dingen gaan doen dan waar die voor aangesteld is of waar die onbekend staat. Hoe moeilijk het ook is, want nogmaals, de 16e positie stemt absoluut niet tot tevredenheid. Maar wij hebben absoluut wel het vertrouwen dat daar een kentering gaat komen. Jan-Dirk, jij zei vorige week dat het misschien meer een assistent is dan een hoofdtrainer. Ja, die gedachte heb ik wel eens. Ik heb die uitstekende presentatie gezien bij de businessclub van Excelsior, waarin hij heel erg uitgaat van de zelfontplooiing van spelers, waarin mensen eigen verantwoordelijkheid pakken. Hij wil ook zo spelen. Dat zijn echt prima gedachten. Ik sta ook echt achter die werkwijze. Ik geloof erin. Dat doet Gert-Jan Verbeek, die overal succesvol is, nu even niet. Nou, Flemmings ook. Maar dat zou ook een rol kunnen zijn die je naast iemand hebt die heel veel uitstraling en gezag heeft bij een spelersgroep. Zit er wat in? Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat Leon genoeg bagage heeft om als hoofdtrainer te fungeren. Ik denk dat hij dat ook nu al laat zien. En wij moeten niet alleen naar resultaten kijken. En uiteraard zijn die het allerbelangrijkste. Maar gewoon zijn werkwijze, zijn manier van werken, hoe hij spelers wil laten ontwikkelen. Ja, dat spreekt gewoon aan bij hoe wij het voor ogen hebben. Maar ja, nogmaals. Maar kan dat bij deze spelers? Dat is een beetje de vraag, hè? Dat zal wel de tijd is ook wel veranderd, hè? De tijd is veranderd, maar het heeft ook wel tijd nodig. Kijk, we hebben natuurlijk een jonge selectie, gemiddeld 21 jaar. Maar daar mogen wij en willen wij ons ook niet continu achter verschuilen. Ook deze jongens, die kunnen gewoon voetballen. En die zullen dat ook moeten laten gaan zien. Ben je daar echt van overtuigd, Ferry, dat deze jongens heel veel beter kunnen dan ze nu laten zien? Ik denk dat zij als team absoluut beter kunnen presteren dan nu het geval is. Ik heb eens nagedacht, hè. Begin jaren 90 werd er op Woudestein, in een tijd met Buffel en Siemer, die tijd praten we over, het leukste voetbal van de stad gespeeld met een heel jong elftal. Maar die werden pas echt succesvol toen routinier John Veskens er kwam voetballen. Die was niet zo goed, maar die werd daar ongelooflijk belangrijk. Missen jullie niet gewoon één heel ervaren speler? Ja, dat denk ik wel. Waarom heb je die niet aangetrokken? Dat is jouw taak, hè? Dat is onze taak inderdaad, of mijn taak, hoe je het noemen wil. Maar daar zijn we wel mee bezig geweest. Alleen het is gewoon niet gelukt. We hebben een aantal wat oudere of meer ervarende spelers benaderd. Maar we zijn helaas niet tot een... We hebben toch gepoogd Joost Broersen te behouden. Als spits hadden we Michiel Hemmen, die nu bij Cambuur zit. We hebben Frank van Kouwen, hebben we toch, die nu bij de Graafschap zit, getracht te polsen. Maar het is Michel Breuer ook? Dat is redelijk informeel gegaan. Michel is een jongen die bij Excelsior vandaan komt. Dus hebben wij wel via zijn zaakwaarnemer... de vraag neergelegd, maar hij vond het nog te vroeg. En dat kan ik ook wel begrijpen. Maar ja, we gaan niet zomaar iemand halen om het halen, omdat hij toevallig 32 is. En moet ook wel kwaliteit achter. Maar ligt er een lijstje klaar dat je in de winterstop misschien wel nog iets kan halen? Nou ja, financieel gezien is er heel weinig mogelijk. Dus we moeten heel creatief zijn. Maar we zijn ons absoluut wel aan het oriënteren. Heb je in dat kader, vraag ik me ook wel eens af, te vroeg afscheid genomen van Leon van Steensel? Nee. Want dat is nou, ik bedoel, het is niet misschien de beste voetballer. Maar het is wel iemand die in de kleedkamer een leidersfiguur kan zijn. Nou ja, daar zit misschien wel een kern van waarheid in. Ja, Leen was en is er nog steeds een Excelsior jongen en man. En zou wellicht een rol kunnen vertolken. Maar we hebben toen een andere keuze gemaakt. Verkeerde inschatting? Nou, ik weet niet of het de verkeerde inschatting is. Kijk, Leen was daarvoor ook niet meer onomstreden als speler. En Leen is een aanbieding gedaan die gewoon voor Leen begrippen te laag was. En dat heeft hij een keuze in gemaakt. En dat moeten we ook respecteren. Maar we zijn wel als grote mensen uit elkaar gegaan. En achteraf is het altijd iets makkelijker. Ja, achteraf is altijd de koene kont kijken. Het probleem is natuurlijk wel, als je niet wint, dan zegt elke trainer zegt dan, ja, je moet gewoon winnen, punten pakken, dan komt dat vanzelf wel weer goed. Maar dat mensen ook gaan morren, hè? Fluitconcert op de tribune bij een thuiswedstrijd die je met 6-1 verliest. Je zit in die tweede periode, 2 punten uit 4 wedstrijden, je zit er niet lekker in. Vanavond tegen FC Os is dan gelijk een staartduel in de Jupiler League. Merk je ook dat het prettig zou zijn als je zakelijk gezien wint, omdat je dan misschien wat meer geld binnenkrijgt vanuit sponsoren? Nou ja, het is logisch dat als je wint, dan heb je vrienden, zeggen ze wel eens. Maar kijk, dat onze supporters zich roeren en onrust maken, ja, daar ben ik alleen maar blij mee. Want het zou erger zijn als er niemand zich druk zou maken. Dus daar ben ik heel blij mee en daar hebben ze ook recht op. Ja, aan de andere kant, de wedstrijden die we gespeeld hebben en die we verloren hebben, die waren absoluut niet van een heel hoog niveau. Dat wil ik niet zeggen, maar... Het heeft wel allemaal heel dicht bij elkaar gelegen. En dit vind ik zo makkelijk, nee, maar 12 keer pech. Nee, maar 12 keer pech heb je niet. 12 keer pech heb je niet. Dus ik zeg ook niet dat we 12 keer hadden moeten winnen. Maar er waren wel een aantal wedstrijden die gewoon in winst omgezet hadden moeten worden. Als maar je win je af, hè? Gelukkig win je af. Maar sluit jij uit dat Flemmings spelers te veel informatie geeft? Van de week zei iemand uit de boezem van Excelsior tegen mij,
als je van doeners denkers maakt, creëer je het probleem. Mooie uitspraak trouwens. Mooi, doeners denkers. Maar spelers moet je ook wel eens heel simpel coachen. Misschien moet je Albrecht niet te veel belasten met allerlei taken in het veld. Nee, maar wie zegt er dat dat gebeurt? Nou, dat denk ik wel te weten. Nou ja, ik nogmaals, de manier van werken, daar staan wij volledig achter. En als ik met Leon praat, dan krijg ik juist de informatie dat er juist initiatief genomen wordt, dat er juist lef getoond moet worden en durven voetballen. Ja, het komt er niet uit en het klinkt allemaal heel makkelijk van ja, als je twee keer wint. Maar ja, wij zijn nog wel overtuigd dat dat wel het geval moet zijn en dat de wereld er dan heel anders uit kan zien. Zeg Jan Dirk, zou hier niet een rol weggelegd zijn voor Don Leo? Want Leo Beenhakker is nou als er één de kampioen is, leest ook weer het boek van Van der Meijden, die spelers een goed gevoel kan geven. En hij is klankbord. Nou ja, kijk, ik zie Ferry nu lachen. Niet iedereen snapt dit, maar laten we even gewoon heel open op terugkomen. Ik ben onlangs bij die businessclub bijeenkomst van Excelsior, omdat ik wil weten hoe het met die club gaat, ook zakelijk gezien. Dan zegt Flemmings, ik laat me tegenwoordig coachen door Leo Beenhakker. Flemmings zegt het ook op camera en vervolgens reageert jouw club zo verschrikkelijk krampachtig met een tegenbericht. Nee, dat is niet krampachtig. Kijk, is dat omdat die bij Feyenoord uitgekakt is, dat je die samenwerking niet op het spel wilde zetten? Nou, die willen we sowieso niet op het spel zetten. Maar ik kan me wel voorstellen dat de mensen daar met de wenkbrauwen voor ons als ze dit bericht horen. Kijk, Leon kent Leo, ik ken Leo, iedereen kent Leo. Je eigen trainer zegt? Op persoonlijke titel van hij wil zich ook ontwikkelen. Dus Leo. Maar dan gaat het niet om woorden. Een persoonlijke titel mag wel, maar daarmee helpt hij niet de club of zo. Maar het is toch wat anders als het van club uitgezegd wordt. Want er schijnt door iemand een bericht de wereld geslingerd. Heb ik gedaan? Nee, je pakt alle verantwoordelijkheid over adviseurschap. Nee, onbezorgd adviseur. Ja, namens Excelsior. En dat is niet het geval. Ja, maar als je nou de hoofdtrainer van Excelsior coacht, begeleidt, dan help je toch ook die club? Waarom daar nou zo moeilijk over? Nee, maar ik vind dat niet. Ik vind daar wel het is toch een eer als de oud-trainer van Real Madrid je wil helpen? Nee, maar daar is ook niks op tegen voor Leon zelf. Maar je hebt wel inderdaad wat je zegt met mensen te maken. En als club, Leo is niet de adviseur van Excelsior. Leon heeft gevraagd of hij en zijn staf of die wedstrijden wil bekijken, of die trainingen wil bekijken en of hij zijn mening daarover wil geven. Op persoonlijke titel. Dat is het, maar dat vind ik wel wat anders dan dat hij adviseur van Excelsior is. Maar niet zo heel lang geleden zat Simon Kelder hier nog wel eens in de uitzending. Dat is 2 jaar geleden alweer trouwens, want vorig jaar wilde hij niet komen. Daar was wat mee. Maar die zei ook nog wel eens van het zou goed zijn als Leo Beenhakker, als we die bij de club kunnen betrekken. Want Leo Beenhakker is een icoon in het Rotterdamse voetbal. Dus wat is er op tegen om hem te betrekken bij de club? Ja, dat blijkt wellicht nog gevoelig bij Feyenoord. Nee, daar vraag ik. Tuurlijk hebben we daar wel mee te maken. Daar werk ik ook niet omheen. Nee, maar mijn contact met Leo is ook goed, maar ik denk niet dat dat op dit moment nu aan de orde is om hem officieel aan de club te gaan binden. Oké. Okay. Ja, dat is een keuze, toch? Ja, nee, ja. Ik zie jou kijken in ongeloof. Nee. De meeste verbazing heb ik ook feit over dat er zo krampachtig over dit door een trainer naar buiten gebracht nieuws werd gedaan. Dat is mijn enige verbazing. Okay. Nou ja, onze mening was dat daar natuurlijk te veel jus overheen gegooid werd, over dat bericht. Want ook Leo werd door Jan en Alleman gebeld en die wist ook van niks. Want Leo weet ook hoe het zit. Er wordt gewoon gevraagd van, Leo, wil je eens komen kijken? Wil je je mening geven? En die worden allerlei media ineens gebeld en die denkt, wat gaan we nou krijgen? Ja. Bij deze opgehelderd dan. We gaan even naar een ploeg in de Jupiler League toe die het bijzonder goed doet. Waar het crescendo gaat, namelijk FC Dordrecht. De ploeg staat tweede in de Jupiler League, speelt vanavond voor een uitverkocht huis tegen koploper MVV. En dat komt misschien mede wel door een spits die een bijzonder verhaal heeft. Ja, dit zijn mijn eigen initialen. Ja, dit was mijn tweede tatoeage waar ik mee begon. Ja, dit is mijn geboortedatum. Dit was mijn derde tatoeage. Dat was na mijn initialen was dit mijn volgende. Hier staat een verhaaltje over dat je moet blijven geloven in je dromen. En niet op moet geven. During your life, never stop dreaming. No one can take your dreams away. Als iemand vroeger aan me vroeg van wat wil je worden, dan zei ik altijd profvoetballer. En dit is mijn datum van mijn debuut bij Volendam. Ja, voor mij was dit wel een van mijn mooiere momenten in mijn leven. Nee, mijn eerste was al toen ik 16 was. Dus ik ben toen mijn beste vriend verloren. En ja, die wil ik gewoon altijd bij me dragen op deze manier. En dat vond ik een mooi iets. Ja, vanaf kleins af aan, dezelfde voetbalclub, dezelfde basisschool, dezelfde vriendengroep. Dus zo zijn we eigenlijk met elkaar opgegroeid. En hij is gewoon veel te jong overleden, want hij had ook een mooie carrière kunnen krijgen. Ja, je ziet het heel veel, maar ja, ik voetbal nu 4 jaar betaald voetbal. Gelukkig waren mijn tatoeages daarvoor al begonnen. Maar ja, sowieso worden tatoeages wel steeds populairder. Maar ja, je ziet het wel veel terugkomen nu.
ik denk wel dat, dat verdedigers, ja, ze naar me kijken, lange spits, vol met tattoos, dat ze wel eventjes anders denken. Ja, hier heb ik twee rozen met twee engeltjes en een doodshoofd staan. Die hebben eigenlijk geen betekenis. En deze heeft wel een betekenis. Dit zijn de lippen van mijn vriendin. Met een met haar voorletter, Kelly. En dit is mijn allerlaatste tattoo geweest. Is een vrouwelijke engel. En ja, die heb ik als laatste gezet en die moet ik nu nog gaan afmaken hier naar beneden toe. En ja, je zei het al, ze lijkt een beetje op mijn vriendin. Ja, ik moet wel zeggen, het werkt wel verslavend, dus we worden er steeds meer. Ik ben nog niet klaar, nee. Ja, dit is mijn vriendin van de lippen. Dat is Kelly. En we zijn 4 jaar bij elkaar. Nee. Lars Veldwijk en Kelly. 8 doelpunten in 12 wedstrijden. Welke collega heeft dit kunststukje gemaakt trouwens? Dirk Beers heeft dit gemaakt. Heel goed, ja. Goed gedaan. Maar nu wil ik graag wel even jullie je tatoeages zien. Nou, ik ga mijn broek. Ja. Ja. Jij zit ook niet onder, toch? Nee, gelukkig niet. Jij ook niet, hè? Nee. Ik heb niets met tatoeages. Goed. Eventjes naar Dordrecht toe. We spelen vanavond uitverkocht huis. Het kan ook wat dat betreft niet op, hè? Want juist in de periode dat het gaat over het stadion en dat ze moeten bewijzen dat ze een soort van rol hebben. Bijna uitverkocht vanavond. Het is uitverkocht. Ja, helemaal uitverkocht. Ik spreek van de week Ad Heijsman. Ik kwam er liep ik toevallig tegen. Ik ook, heel gek. Ja, was je op dezelfde plek? Die is heel positief over de toekomst. De opening, die ook wel geforceerd is door vooral die supporters. Die moeten echt heel veel eer krijgen. Die hebben echt heel veel handtekeningen opgehaald. Maar dinsdag is er gesprek over het stadion. Ja, dinsdag een gesprek. Heijsman gaat daar opnieuw zijn verhaal doen. En wat ik prijs in Heijsman is dat hij altijd is blijven volharden. En dat is wel een belangrijke route op weg naar een succes. En ook al waren er heel veel tegenslagen in de afgelopen jaar, hij is er altijd in blijven geloven. En dat heeft nu wel een bepaald effect teweeggebracht. Dat is in ieder geval goed om te zien. Dan even naar Feyenoord. Want jij bent ook verdediger geweest natuurlijk. En nou heeft Koeman gezegd dat hij zich zorgen maakt over de verdediging. Het aantal tegendoelpunten en dat dat ook vaak gebeurt in dode spelsituaties. En dat lijkt me zo makkelijk te trainen. Een hoekschop, een inworp die gevaarlijk is. Vrije trap, dat is toch te trainen? Ja, blijkbaar niet altijd. Maar ik denk dat hij het ook wel een beetje zegt om ze scherp te zetten. Want ik denk als jij 4 internationals bijna achterin hebt staan, dan hoef je niet al te veel zorgen te maken. Nou ja, 20 tegendoelpunten. Hij zegt het letterlijk wat Ferry zegt op Twitter vandaag. Hè? Zo slim is Koeman wel van. Nou, er wordt vandaag op de persconferentie, twitterde hij, vooral gesproken over Feyenoord internationals. Laat ze het maar laten zien zondag tegen Willem II. Dat gebruikt hij. Ik denk ook dat het spelers zijn die alleen nog maar beter kunnen worden. Ja, maar dat is wel zo. Maar het is wel een feit. Maar je lacht het hoger, hè? Verdedigend is het niet goed. Want tegen Roda afgelopen zondag, Roda kwam 2 keer oog in oog met Lamproet te staan. Nog even buiten de doelpunten. Een betere tegenstander had dat genadeloos afgestraft. Als er nu continu over spelhervattingen gesproken wordt, dan is dat niet alleen een zaak van een verdediging, denk ik. Er wordt nu heel specifiek naar de verdediging. Dan gaat het over het verdedigen aan zich. Ja, dat kan ook een spits zijn die achterin staat. Mm-hmm. Dus om nou naar de achterste 4 alleen maar te wijzen. Ja, we zien wel vaak dat de verdedigers daar natuurlijk nog wel ergens bij dat soort doelpunten betrokken zijn. Dat zij de fout nog wel eens ingaan, hè, met verkeerd dekken. Kijk, tegenwoordig worden die vrije trappen ook dusdanig genomen. Dat is al moeilijk, maar het moet beter. Maar is het te trainen? Want het begint een beetje een tendentie te worden in Nederland, hè, dat we het vaak over de verdediging hebben. Je hoort er bij meerdere clubs voorbij komen. Nou ja, alles is te trainen, maar het hoeft geen succes te zijn. Nee. Eventjes naar de discussie, Matthijs. Of stel ik dan een hele gekke vraag als ik nu zeg dat... Ja, ik vraag me even. Je hebt de vraag ook gesteld aan Matthijs, hè? Nee, ik heb hem vandaag geïnterviewd. Zondag na de wedstrijd wilde hij niet. Vandaag wel. Dus alle lof daarvoor. Ook hoort het ook bij zijn vak. Ja, en dan moet je ook praten over die periode dat er iets om hem te doen was geweest. En daar raakte hij heel lichtjes. Het viel allemaal best mee. Mensen hebben het net in het nieuws kunnen zien. Het viel allemaal best mee. Maar als eventjes geïrriteerd over mijn vraagstelling. Nou, dat mag. Ja, dat mag. Maar is hij de zwakke schakel in de defensie van Feyenoord? Ja, ik vind dat een beetje makkelijk. Kijk, nogmaals, hij heeft gewoon 3 talentvolle jongens om zich heen lopen. En hij is gehaald om daar ook een beetje sturing aan te geven. En ik denk niet dat de Ronald Koeman enige aanleiding is om daar veranderingen aan te brengen. Dus dan zal hij zeker iets goed doen. Nee, speelt alleen bij Oranje natuurlijk niet. Even naar Oranje toe. Jan Maat, is dat misschien bij Feyenoord ook wel de beste aanvaller? Als je ziet hoe vaak hij een voorzet geeft die beslissend is? Nee. Nee? Pelle is veruit de beste aanvaller van Feyenoord. Dat hij aanvallend voor impulsen zorgt, is duidelijk. Deze een beetje denken aan jouw tijd. Ja, nee, als rechtsback. Koeman zei het van de week wel goed. Hè? Of iemand zei het tegen me. Van, hij gaat wel heel vaak mee naar voren. Daardoor was Roda in de omschakeling ook een paar keer erg gevaarlijk zondag. Maar als hij dat nog beter gaat doseren. Ja, Jan Maat ontwikkelt zich echt fantastisch. Is qua presteren samen met Pelle de beste. Ja, Pelle is geen aankoop. Maar de beste aankoop van dit seizoen. Ja, vind je dat ook? Ik vind dat hij het heel goed doet inderdaad. Ja.
Ik wil tenslotte nog even naar Sparta toe gaan. Die toch een opmerkelijk seizoen meemaken. Dan zijn er weer een paar nederlagen bij. Dan is er weer een overwinning. Zoals afgelopen week winnen ze weer bij MVV. Ze winnen ook Helmond Sport. Nu Fortuna Sittard. Is dat te doen? Fortuna Sittard uit? Zal moeten blijken. Maar ik denk dat dit typerend voor de huidige Jupiler League is. Ja? Ja, dat vind ik. Er is geen uitgesproken topper? Nee, op dit moment nog niet. Het enige, ik vond... We hebben dan een 1-6 nederlaag mogen slikken van Go Ahead Eagles. Die vond ik 90 minuten lang goed voetbal spelen. Maar dat ben ik voor de rest nog niet tegengekomen. Maar die spelen ook net zo wisselvallig eigenlijk als de andere ploegen. Ja, dus het is wel... Nee, maar dus is dit wel de ultieme test voor Sparta, hè? Je kunt van twee topploegen winnen. Vanavond moet je daar ook gewoon de punten pakken. Zonder Van Bokstel, dan gaat Vonk een echte rol van betekenis spelen met zijn ploeg. Want als je hem verliest, dan is er een bepaalde afstand natuurlijk weer naar die topploegen, hè? Ja. Dus wat dat betreft wordt het spannend. Voor jullie ook? Heel spannend. FC Os? Ja. We hadden aan het begin van het seizoen niet gedacht dat dit een de zaakjes kraken zou worden. Hebben we nog tijd voor één inhoudelijke vraag aan Ferry? Eén korte inhoudelijke vraag. Er is, net als bij Feyenoord, een vriendengroepering rondom jullie opgericht. Zoals Blokland het in de Kuip deed, heeft Kelder een aantal mensen bereid gevonden om te investeren in Excelsior een paar jaar geleden. Welke tegenprestatie moet jullie als club aan deze mensen leveren? Aan de vrienden van Excelsior? Nou, die vriendengroep die is een stuk kleiner... dan bij Feyenoord en ook een hele andere omvang, maar niet minder belangrijk voor ons. En daar staat niet een echte tegenprestatie tegenover. Je hoeft het niet binnen zoveel jaar af te lossen. Die mensen geven toch niet zomaar geld? Nee, maar dat zijn mensen die een heel goed gevoel bij Excelsior hebben en Excelsior in een moeilijke periode hebben geholpen. En hoeven we helemaal niets terug? Dat is een achtergestelde lening. En dat betekent? En dat betekent dat die in principe niet hoeft afgelost te worden. In principe? Dus ja, dat zegt het woord al. Ja. Jan-Dirk, mag ik tot slot nog even gebruik maken van jouw voorspellende gave, aangezien jij Klaas je ook goed hebt voorspeld. Ja. Mag ik even kijken wat het dan wordt dit weekend? Beginnen we met Fortuna Sittard Sparta? 1-2. 1-2? Ja. FC Dordrecht MVV? 2-1. Zo. Excelsior FC Os? 3-0. Wat een vertrouwen. Je gaat eerst zaag je de boel af en nu is het 3-0. Ja. Oké, okay. En Feyenoord Willem 2? 8-1. Het wordt een hele leuke... Nee, 4-0. Ik vreug me nu al op komende zondag, want Frank Vijg zit dan op deze plek en ik kan deze uitslagen zo meenemen en voorleggen aan Jan-Dirk. 4-0. Mark Oeverman zit er dan en Raymond Sluiter zitten hier komende zondag. En volgende week vrijdag zijn we ook weer terug. Ferry, dankjewel. Succes vanavond met Excelsior en FC Os. Tegen FC Os. Jan-Dirk, zie je volgende week weer, hè? Ja. En u ook. Tot volgende week.